Yo, gasten van Ooms Normal, mijn naam is Barend en jullie kennen mij hopelijk nog steeds van het fingerboarden, want ik ga vandaag gewoon na een hele lange tijd weer eens een fingerboard video maken. Ja, jullie hebben wel gemerkt, de afgelopen tijd ben ik vooral bezig geweest met allemaal random soort video's te maken. Vind ik ook super leuk en ook jij als fingerboarder moet die video's kijken, want ook jij als fingerboarder vindt die video's leuk. Dat is 100% gegarandeerd. Een nieuwe fingerboard video, maar waar gaat die dan over? Nou, ik heb hier een tech deck in mijn hand. Een tech deck is inmiddels al wel verbeterd. Zodanig verbeterd dat ik bijna zou zeggen dit is een goed boordje om mee te skaten. Alleen heeft hij gewoon zijn dingetjes, zijn ditjes en zijn datjes, wat het niet zo goed maakt. En nu wil ik voor jullie uit gaan zoeken hoe je een goedkope upgrade kan doen waardoor dit boordje toch even goed wordt als een professioneel boordje. Nu kan ik al wel garanderen dat is nooit hetzelfde, want prijs en kwaliteit dat is gewoon een ding en ik hoop dat jullie dat ook wel begrijpen. Over goede boordjes gesproken trouwens, hier nog even een kleine unboxing tussendoor. Nou, ik heb ineens een pakketje binnengekregen. Kleine disclaimer. Dit pakketje is zo een keertje opengemaakt. Zo als ik hem hier open ga maken, zo zit hij niet in elkaar. Want ik was zo hyped dat ik niet kon wachten om hem uit te pakken. Dus hier nog eventjes een soort van kleine redo. Ik heb wel dat plakspul, dat zit er nog op. Dus het lijkt wel echt alsof ik hem opnieuw openmaak. Ben benieuwd wat erin zit. Oh, het is dit. Een pakketje. Van Kaljadex, wauw. En er staat dan op, it's not about outputting a high quality deck. It's about sharing the Filipino culture, spreading our heritage. The art and graphics are heavily influenced by the streets of the Philippines. The main goal is to spread the Filipino street culture one deck at a time. Super vet. Super leuke message die ze willen geven aan het pakketje natuurlijk. En dan maak ik hem open. Hij zit al in elkaar. Maar dit is het boordje en ik heb een soort van vermoeden dat ik dit mijn favoriete boordje vind. Weet niet hoe, want hij zit nog niet in elkaar zoals je kan zien. De rip tape zit er ook nog niet op. Hier ga ik binnenkort even een goede video van maken, want even zonder grappen, dit is mijn favoriete boord. Oké, dan gaan we nu terug naar de echte video. Ja, super super tof boordje, maar daar gaan we vandaag niet mee aan de slag. Vandaag gaan we die tech deck eens upgraden. Ik ga jullie in ieder geval meenemen met de tech deck om hem te upgraden. En dan gaan we samen even kijken hoe we dit boordje nou beter kunnen maken op een soort van goedkope manier. Oh, en trouwens, dit is even de setup voor nu. Het is wat anders dan normaal. Dat heeft de reden dat ik gewoon laatst even een dansstream had op mijn stream. En toen ik het aan de kant had gezet, dacht ik echt van zo, ruimte bij mijn setup, wat fijn. Dus toen dacht ik van weet je wat, ik ga het hier naast de muur zetten. Want dan kan die en het boordje kan er niet tussen vallen. Dus als ik hier zo... Hij viel ertussen. En mijn boordje kan er niet ertussen vallen, wat echt super fijn is. Maar voor de rest is het gewoon een heel chill setupje om lekker even te skaten. Ik kan ook dingen tegen de muur aanzetten, waardoor daar ook wel zeg maar een nieuwe ramp uitkomt. En natuurlijk heb ik gewoon al mijn ramps hier ook liggen, dus dan is het makkelijker om te switchen van ramp. Ik heb nu nog even mijn low rail en mijn nieuwe Black River box, die ik gewoon nog steeds super chill vind. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Maar wij gaan nu even een kijkje nemen aan de tech deck. Dus ik neem jullie mee en dan gaan we even deze tech deck upgraden. Alright, wat zijn de dingen die nodig zijn om deze tech deck nou beter te maken? Sowieso het eerste ding wat ik wil doen is dat ik deze rip tape weg wil halen. Want deze rip tape, ook al is het wel een rip tape die je gebruikt bij schoenen, voor je vingers gaat dit gewoon niet werken. Dus ik heb een plakje foam tape al klaar liggen. Die heb ik hier liggen. En met die foam tape gaan we hem sowieso even upgraden. Nu zit ik alleen ook nog met het volgende. De trucks zelf zijn best wel prima. Zoals je kan zien, ze zijn best wel makkelijk te bewegen. En de bushings die ze gebruiken zijn echt wel goed. Nu vind ik de trucks alleen niet zo mooi. Dat grijze, ik weet niet. Ik vind het gewoon een beetje standaard. Nu kan je bij Teak Tuning een heel mooi setje 32 mm trucks kopen die ik hierop heb. En dit setje trucks van 32 mm is helemaal chrome. Alleen die heeft nu de Black River Rams bushings. Nou, die zitten er niet bij. Maar de Teak bushings die er wel bij zitten zijn minder goed dan de Tech Deck bushings. Dus dit wordt een hele switcheroo de beauty. Aan de ene kant wil je natuurlijk de mooiere trucks. Aan de andere kant wil je natuurlijk wel zoveel mogelijk hiervan houden. Want dan is het zo goedkoop mogelijk. Dus we gaan de bushings van de Tech Deck tussen de Teak Tuning trucks zetten. En dan gaan we in ieder geval met de nieuwe trucks
en de oude bushings in ieder geval een beter setje trucks hebben. Nu is natuurlijk de vraag, wat voor wielen kan je het beste gebruiken? Je hebt bij Teak Tuning ook speciale wielen. Die zijn vrij goedkoop. Dit zijn dan wel flatface wielen. Die zijn wat duurder, maar ongeveer wel van dezelfde kwaliteit. En heb ik geen Teak Tuning wielen liggen om te gebruiken. Maar op zich zijn die ongeveer gelijk aan deze. Hetgene waar wij mee gaan beginnen is het losmaken van deze trucks, zodat ik de riptape kan gaan fixen. Nu ga ik het even helemaal doorspoelen, zodat jullie dit allemaal niet hoeven te zien, want dit is gewoon een langdradig werkje. Nou, hier is het trucje 1 is al los, dan gaan we nu voor trucje 2. En dat is truck nummer 2. Nou, hebben we hier alleen nog maar het dekje. De trucks zijn eraf. Dus dan gaan we nu de riptape eraf halen en de nieuwe riptape erop doen. Wat ik trouwens nog wel even wil laten zien. De reden waarom ik de wielen van TecDeck niet zo goed vind, is omdat ze geen bearings hebben. Ze rollen best wel prima. Alleen het rolt niet egaal. En dat komt omdat ze gewoon los zitten. Je kan ze ook helemaal zo draaien. En het is gewoon, ja, plastic. En we willen natuurlijk het beste kwaliteit voor de beste prijs. Ga ik nu van de TecDeck de riptape eraf halen om het nieuwe riptape erop te doen. Heel chill ook hoe ik net zeg maar mijn nagels heb geknipt. Waardoor ik dus niet alles lekker makkelijk weg kan halen. Maar is wel even belangrijk, want anders dan plakt de andere riptape niet zo goed. Nou, en die laatste kleine beetjes er even vanaf zo. En dan heeft ons boordje tot een kleine paar dingetjes na geen riptape meer. Ik doe even eerst de riptape erop en dan vraag je af, maar hoezo? Zodat we ook gaatjes kunnen maken naar de trucks. En dan ziet het er allemaal net wat beter uit, want de TecDeck riptape had dat bijvoorbeeld ook. Wat het leuke is aan deze riptape, het is eigenlijk vrij goedkoop. Je kan hem wel gewoon voor volgens mij €5 misschien maximaal, heb je 8 stukken. En je kan dit gewoon heel makkelijk kopen. Riptape is over het algemeen niet heel erg duur. En het is gewoon zoveel beter dan de TecDeck riptape die je er normaal standaard bij krijgt. Ik wil hem wel even goed recht plakken trouwens. Dat vind ik dan wel even fijn. Ja, dit is zeg maar dan wel het nadeel van deze riptape. Je moet hem wel zelf plakken. En als het niet helemaal lekker gaat, ja, dan heb je toch echt wel een probleem. De riptape zit erop. Dan heb je maar één tool nodig. En dat is de nagelvel. Dit weten jullie inmiddels wel, hè. Dus ik ga eventjes de riptape eraf halen. Het is bij deze wel gelukkig wat makkelijker dan met hout. Want dat hout, dat werkt toch wel tegen. De plastic, ja, dat gaat gewoon super makkelijk. Dus dan gaan we zo even om het boordje heen met de vel. Nou, ik moet zeggen, dit is mijn snelste riptape job die ik ooit heb gedaan. Ik ga er nog één keer even gewoon goed langs. En ik merk nu al dat de shape van het boordje wat verandert. En dat klinkt dan best wel stom, maar de concave wordt wat minder diep. Omdat het wat dikkere riptape is en het wat meer inzakt. Dit vind ik best wel een positieve wending. Had ik zelf eigenlijk niet verwacht. Oké, dan ga ik de gaatjes in de riptape prikken. Ik weet ongeveer inmiddels wel waar ze zitten. Maar ja, wat ik zeg, ik heb inmiddels al zoveel boordjes in elkaar gezet. Ik weet gewoon echt uit mijn hoofd waar die gaatjes zitten. Hoop. En dan is dit ook klaar. Dan zijn we over voor de volgende stap. En dan is het gewoon de Teak Tuning trucks erop zetten. En dan gaan we kijken hoe dat dan boort uiteindelijk. Oké, voor het erop zetten van de trucks ga ik heel even de camera uitdoen. En dan zien jullie me zo terug als ik deze hier vanaf heb gehaald. En dan daar erop heb gezet. Ik zie jullie zo meteen. Oké, zoals jullie kunnen zien, de eerste truck heb ik erop zitten. En het ziet er sowieso al toffer uit met het chroom en de zwarte wielen. Het past echt enorm bij elkaar. Je moet alleen nog even de bushings veranderen, maar dat gaan we zo meteen doen. Zoals je kan zien, de truck sluit enorm mooi aan. En dit wilde ik nog even zeggen. Ik heb hier namelijk de schroefjes van de Teak Tuning trucks. En die zijn korter dan de schroefje van de... Oh god, dit gaat helemaal mis. En die zijn korter dan de schroeven van de TecDeck truck. Dat verschil is natuurlijk klein, maar wel groot genoeg om te zeggen van, weet je wat, ik gebruik de TecDeck trucks schroefjes. En nu zit die ook gewoon gelijk goed vast. En dat komt omdat die de truck naar het boordje toe vastdrukt, zeg maar. In plaats van dat je hem een beetje wegduwt, want dat gebeurt altijd in het begin. Je duwt hem eerst wat weg en daarna gaat hij goed zitten. Maar omdat deze wat langer zijn, de schroefjes, blijft het gewoon veel beter zitten. Oké, hij is nu bijna klaar. Hij voelt wel zwaar aan en dat komt natuurlijk door de trucks en de riptape.
Wat natuurlijk heel anders is dan deze plastic gebeuren. Maar we gaan nog even de bushings veranderen, want ook dat moet gebeuren. Dus ik ga even de bushings nu veranderen van de twee boordjes. En ik ga heel snel de schroefjes van de Teak Tuning even wegleggen in een bakje. Want die wil je natuurlijk niet verliezen. Oké, ik ga deze ook even uit elkaar halen. En dan ga ik jullie zo meteen het eindresultaat laten zien. Dus ik ben heel benieuwd. Wij gaan het zo zien. Alright, zoals jullie kunnen zien heb ik hier de bushings losgemaakt van elkaar. En een leuk ding wat ik nog even wilde zeggen tegen jullie, was dat me opviel dat bij de tech deck je een soort van ronde, ja wat is het, security knot of zoiets hebt. In plaats van de platte die bij de Black River Rams bushings zitten. Maar ik ga toch de platte gebruiken voor de Teak Tuning, omdat ik denk dat deze het wat meer tegenhoudt in plaats van meewerkt. Dus die wil ik er juist niet op, dus die gaan weer terug op deze. En de oranje gaan terug op die en de zwarte die gaan op die en dan is het bordje klaar. Dus ik ga dat nog even snel maken en dan zie ik jullie als het klaar is. Oké, hij is zover. Hij is klaar. En met de Tech Deck bushings is die nog beter dan met de Black River bushings. Ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat skaten. We gaan nu de eerste kickflip doen. Zoals je kan zien, hij stuurt als een wilde. Wat enorm chill. Oké, we gaan eerst even kijken voor een ollie. Oké, dat voelt apart. Het is gek, want een tech deck met riptape is gewoon apart ofzo. Ik weet niet, het is gek. Maar het skate wel chill. Even kijken, kan ik een kickflip? Ja, wel, dat wel. Maar het voelt toch een beetje gek ofzo. Oké, dit is toch wel een apart boordje hoor. Deze setup is wel echt wel heel ziek. Sowieso kan je zien dat de looks echt wel verbeterd zijn van de tech deck. Heel eerlijk gezegd vind ik hem zoveel vetter. En eigenlijk heb ik er niet eens heel erg veel upgrade aan gegeven. Behalve dan een volgens mij 15 euro Teak Tuning trucks. En dan wielen wel van Flatface. Maar als je zwarte Teak Tuning wielen koopt. Bearing wheels die je ook gewoon op AliExpress kan kopen voor 2 euro. Dan werkt dat ook al zeg maar. En de Riptape natuurlijk ook super goedkoop van AliExpress. En ook die werkt echt als een tierenlier. Het is apart want de concave is nog steeds wel diep. En je merkt wel gewoon dat het een beetje plastic boordje is. Het gewicht valt mij nog wel op. Dat is best wel prima qua gewicht. En ik moet zeggen, hij werkt voor mij enorm goed. Ik ben heel erg benieuwd hoe het is om hier even een tijdje mee te skaten. Kijken of ik er wat toffe trucjes mee kan landen. En of ik deze ook chiller vind dan bijvoorbeeld een andere setup. Maar voor nu kan ik zeggen dat dit echt wel een succes is. Mocht jij dus jouw tech deck willen upgraden, is dit misschien een coole manier om het goedkoop te doen, om een goedkoper, beter boordje te halen als eerste boordje. Kan ik het aanraden om hem zo alles los te kopen? Weet ik niet precies, je kan misschien net zo goed gewoon een complete Teak Tuning boordje kopen. Volgens mij is die 20 euro, daar heb je ook een houtdekje. Maar mocht jij nou het gevoel van de tech deck heel erg chill vinden, dan zou dit een goede oplossing zijn om jouw tech deck beter te maken. Ik vind het in ieder geval een succes. Ik vind hem er ook echt heel erg tof uitzien. Voor mijn mening, dit is best wel een gelukte test. En ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Wil jij nog meer fingerboard video's zien? Laat dan even een reactie achter wat voor video's jij wilt zien. En wie weet ga ik dat wel maken binnenkort. Ik ga met dit boordje nog zeker even wat trucjes doen. Alleen dat is voor een volgende video. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik vond het super leuk dat jullie keken naar deze video. Zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende. En trouwens echt even abonneren, want we hebben bijna 7000. Hè? Hallo, abonneren. Thanks voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Later!